Helemaal. Allereerst een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je een mooie jaarwisseling hebt gehad. Stiekem is het vandaag 13 december, wanneer ik dit opneem. Maar ik doe gewoon alsof we al in het nieuwe jaar zitten. Ik heb deze video van tevoren even opgenomen omdat het handig is om op 1 januari even wat notities te maken over je vermogen. Voor bijvoorbeeld de belastingaangifte. Maar ook voor het berekenen van je rendement. Daarom deze video eventjes. Het is een korte video. We laten daar eventjes doorheen lopen. Nu je toch vrij bent vandaag, kun je vast wel eventjes een kwartiertje tijd maken om dit voor jezelf te doen, zodat je in de toekomst gewoon veel makkelijker uh, je zaken op orde hebt. Even kort waarom het goed is uh, om bepaalde bedragen, met name op te schrijven op 1 januari. Wanneer je volgend jaar in 2023 belastingaangifte gaat doen over 2022, dit nieuwe jaar dus, is een van de vragen wat je vermogen was op 1 januari. 1 januari 2022, oftewel vandaag. Je moet dan opgeven hoe jouw rekeningen erbij stonden, jouw spaarrekening, jouw beleggersrekening, etc. Als jij Nederlandse brokers en Nederlandse bank gebruikt, krijg je daar netjes een overzicht van. Uh, sterker nog, dan geven ze al door aan de Belastingdiensten. Dus dat is eigenlijk allemaal wel geregeld. Maar wat niet geregeld is, is het overzicht als je belegt bij een buitenlandse broker. En cryptocurrencies. Daar heeft de Belastingdienst op het moment geen inzicht in. En daarom is het goed om dat van tevoren vandaag eigenlijk eventjes op te schrijven. Schrijf dus in ieder geval even de informatie op van buitenlandse brokers en van cryptocurrencies. Wat jou gewoon gaat helpen om in de toekomst die aangifte te doen. Doe het even in je agenda of zo. Zet gewoon bij de dag van vandaag een opmerking zodat je dat later terug kunt vinden. Een overzicht van de waarde van al je cryptocurrencies bij elkaar. Het hoeft niet precies te zijn uh, welke crypto's je hebt en hoeveel ze op dat moment waard waren. Maar dat mag natuurlijk wel. Dat is wel extra uitgebreid en extra overzichtelijk voor jezelf. Maar in ieder geval de totale waarde van je cryptocurrencies. En daarnaast de totale waarde van je beleggingen bij buitenlandse brokers. Omdat dat uh, bij sommige brokers nog wel een probleem kan zijn. Omdat zij niet automatisch overzicht te maken en het doorsturen naar de Belastingdienst. Wat ik zelf ook handig vind is om vandaag even een notitie te maken van de waarde voor mijn portefeuille bij de Giro omdat ik later deze week uh, wil gaan berekenen wat mijn rendement is geweest. En je rendement kun je alleen maar berekenen als je natuurlijk weet wat het beginbedrag was op 1 januari en het eindbedrag op 31 december. Dus schrijf dat ook vandaag even op. Als het goed is, is dat bedrag nog niet veranderd ten opzichte van gisteren. Dan heb je dat in ieder geval ook. Je kunt dat bij de giro -ogers altijd wel via een export uiteindelijk terughalen hoor. Dus je kunt ook het overzicht bekijken op een later tijdstip. Maar als je toch bezig bent, is het wel handig om het even op te schrijven. Voor de rest is het natuurlijk super interessant om te bekijken wat jouw rendement is geweest ten opzichte van verschillende indexen. Zodat je jezelf kunt vergelijken met bijvoorbeeld een SP 500, een AEX, een All World Index, om erachter te komen of jij beter of slechter dan die index hebt gepresteerd afgelopen jaar. Daar ga ik een aparte video over maken. Die video zal wat langer zijn. Er komt ook een spreadsheet bij die je zelf kunt gaan gebruiken. Ik moet heel even kijken wanneer ik die online zet. Maar ik zorg dat die video in de eerste week van januari komt. Dus houd dat in ieder geval in de gaten. Zeker leuk om die video even te bekijken en te berekenen wat jouw rendement is geweest. Ik zal de video niet langer maken dan nodig. Dus ik ga hem bij deze afsluiten. Geniet nog even van je vrije dag. Ik hoop dat je een fijne jaarwisseling hebt gehad. En ik hoop ook dat we aankomend jaar weer een flink succes kunnen gaan maken van de video's bij Langzaam Rijken, de community, etc. Zodat we samen kunnen werken aan het bouwen van een vermogen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop dat jij dat ook hebt. Ik zie je in de volgende video.